We geven gemiddeld 1473 euro online uit. Alle zaken op een rijtje duiken in de wereld van digitale aankopen. Het grote bedrijf PayPal heeft onderzoek gedaan naar ons consumentengedrag en wij gingen langs voor de laatste tips voor Black Friday om veilig online te bankieren. PayPal heeft onderzoek gedaan naar het gedrag van de Europese consument sinds de eerste lockdown. En dat onderzoek en ook onze eigen data tonen aan dat meer dan de helft van de Belgen vaker online heeft gekocht sinds de eerste lockdown. Dus dat betekent dat meer mensen vaker online kopen en ook verkopen. Als bedrijf moet je inspelen op de veranderende omgevingen. Black Friday, Cyber Monday zijn belangrijker geworden dan de start van de solden. En dat is niet altijd makkelijk om daarop in te spelen. En let op twee punten. Allereerst bouw vertrouwen door heel duidelijk te zijn hoe de koper beschermd is. En daarnaast, tweede punt is gemak. Want je hebt geen lange tijd om uitleg te geven. Mensen kunnen niet altijd je fysiek zien, kun je niet fysiek zien. Elke aankoopbeslissing vandaag begint op een smartphone. Dus je wil echt met één klik mensen laten afrekenen zonder hun adres te vragen of zonder een e-mail met een paswoord-account te laten aanmaken. Dus e-commerce ondernemen is echt anders en het vraagt dat je vertrouwen biedt en het tegelijk heel simpel houdt.